Na 2 dagen van intensieve debatten is de wet op de staatsschuld aangepast in de Nationale Assemblée. De regering krijgt ruimte om leningen aan te gaan om het schuldsaneringsplan te kunnen uitvoeren. Dit plan moet nog worden ingediend in het parlement. Het COVID-fonds van 1,5 miljard Surinaamse dollars dat eerder gekeurd was, mag gefaseerd monetair worden gefinancierd door de Centrale Bank van Suriname. De twee initiatiefwetten zijn met algemene 32 stemmen aangenomen. President Chan Santokki benadrukt dat de wetswijzigingen zijn doorgevoerd om de economie te herstructureren. Meneer voorzitter, in de eerste plaats wens ik u, uw graag college, te feliciteren met de aanname van deze twee wetten. Die bijzonder belangrijk zijn in het kader van de herstructurering van onze economie. In het kader ook van het goed doen uitvoeren van ons crisisbeheersingsplan, meneer voorzitter. In de tweede plaats wil ik het college ook bedanken voor de ondersteuning die zij geeft aan het regeerbeleid, mede tegen de achtergrond van die ernstige crisis waarin we verkeren. En dat we een collectieve verantwoordelijkheid hebben om het land uit de crisis te halen, om het volk weer te brengen naar die ontwikkelingshoogte, meneer voorzitter, waarop zij allemaal uitkijken om goed te kunnen leven in dit land, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, de NDP-fractie heeft de zaal verlaten. Het is belangrijk, meneer voorzitter, dat u in uw geacht college geen tegenstemmen heeft gehad. Hallo, president Chandrika Persat Santokki. Assembleevoorzitter Marinus B. zei tijdens de stemmotivatie dat wanneer het om eerlijke regeerders gaat, sancties niet nodig zijn. Hij gelooft in het gegeven woord van de regering. Met deze wet kan de wederopbouw van het land beginnen na de stabilisatiefase van maximaal 9 maanden. Ronnie Asabina, fractieleider van de BEP, heeft voor de wet gestemd. Alles zo'n beetje mogen volgen. En we blijven erbij, voorzitter, dat de geest van de wet van 2020... dat we een terug vinden in dit concept, voorzitter. Meer gespecificeerd, voorzitter, biedt het concept geen waarborging voor gezonde macro-economische verhouding gedurende deze regeerperiode, meneer de voorzitter. Wij zeggen, meneer de voorzitter, een wet zonder sanctie, een wet zonder strafbepaling, meneer de voorzitter, is niet beter dan een tandeloze hond, meneer de voorzitter. Maar, voorzitter, wij denken coalitie overstijgen, oppositie overstijgen. De regering heeft gezegd, we hebben geen middelen. Wij willen die ondersteuning geven aan de regering om het land uit het diepe dal te halen, meneer de voorzitter. Maar dat betekent niet dat we in principe voor de wet voorstemmen, voorzitter. Het gaat erom dat we die ondersteuning geven aan de regering om beleid te maken op dit gebied, voorzitter. Aldus de fractieleider van de BEP, Ronnie Asabina, gisteren na de aanname van de aangepaste wet op de staatsschuld. De regering heeft nu de ruimte om 1,5 miljard Surinaamse dollars monetair te financieren.